De ongeveer 100 inwoners van Fortmond zijn de komende dagen aangewezen op dit kleine noodveer om uit hun buurtschap weg te kunnen. Een kleine 2 jaar geleden was dat ook al zo. De meeste inwoners zijn er dan ook wel aan gewend. Het water komt niet in 1 dag op, dus je weet het. Dus je haalt het extra in huis. Je houdt de waterstanden in de gaten. Iedereen informeert elkaar ook. Ja, en dit is een beetje je agenda doornemen. Kijken van hoe laat moet ik naar huis of moet ik ergens een overnachtingsadres zoeken. Maar daar houdt het ook al heel snel mee op. De weg naar Fortmond staat nog niet helemaal onder water en is nog wel begaanbaar. Toch vaart het noodveer al wel. Op dit moment is het nog dat men met de auto's eroverheen kan. En ja, sommige mensen wagen het ook nog met de fiets. Het is natuurlijk wel gevaarlijk. Maar het is namelijk zo dat het water nu nog stijgt de komende dagen. En dan is het niet meer mogelijk om met de auto en met de fiets richting het vasteland te gaan, zeg maar. Het hoge water houdt niet alleen Fortmond bezig. Dijkwachters hebben vandaag uitgebreid de IJsseldijken geïnspecteerd. Scheuren in de dijk of gaten in de dijk of beschadigende auto's die wat teloet is gegaan of van alles wat we tegenkomen geef je gewoon door. De waterschappen houden samen met Rijkswaterstaat de conditie van de dijken nauwlettend in de gaten. In Deventer geen dijken, maar daar staat het water al wel bijna op de Wellenkade. Het trekt veel bekijks en er worden veel foto's van gemaakt. Bijvoorbeeld door deze fotograaf uit Amsterdam. Het is niet mooi of lelijk, het is imposant. Het geeft ook aan dat je dus eigenlijk... Het is onbeheersbaar het water, je kan wel dijken bouwen. En het is dus een heel Hollands gebeuren als je dat allemaal omhoog ziet komen. De gemeente Deventer verwacht geen grote problemen door het hoge water. En ook verder stroomafwaarts in Fortmond maken ze er als vanouds het beste van. Nou moet je wel altijd rekening houden met wanneer dat pontje vaart. Ja, maar dat maakt niet heel veel uit, want nou kun je wat later komen en het is toch vakantie dus. Wat later op school komen bedoel je? Ja. De gemeente Oostwijen gaat ervan uit dat de inwoners van Fortmond sowieso nog tot komend weekend van het noodveer gebruik zullen moeten maken. In Lobbit daalt het water de komende dagen, maar dan duurt het wel een aantal dagen voordat het hier is gedaald. Dus ik verwacht dat in ieder geval tot en met zondag dat we nog moeten varen.